Hallo vrienden, hey luister. Aankomende 30 januari is het plenair debat in de Tweede Kamer over de wet goed verhuurderschap. Nou, dat klinkt heel saai, maar dat is het niet. Je kijkt misschien wel eens boos en dan denk je, nou, hoe kan het dat deze huisbaas, deze huisjesmelker, wegkomt met wat hij doet? Nou, die wet goed verhuurderschap gaat daarover. Die gaat gemeenten misschien wel de tools geven om zulke verhuurders hun vergunning te ontnemen. Of te zeggen, hier heb jij een boete. Dus er staat veel op het spel. Nou, er zijn natuurlijk wat grote partijen in de regering, de VVD, CDA, die vinden dat allemaal een wat moeilijker idee. En daarom hebben we wat bedacht, namelijk, je kan deze mensen mailen. We hebben een brief opgesteld en in die brief verzoeken we eigenlijk de Kamerleden die hierover gaan, of zij alsjeblieft hier zich hard willen maken voor die wet goed verhuurderschap. Via de link vind je die brief en die kan je dan doorsturen. Doe dat nou, het is een kleine moeite, kost heel weinig tijd, maar het kan heel veel uithalen. Dus, de wet goed verhuurderschap, 30 januari... Laten we zorgen dat hij er komt.